En wij gaan jullie dus een korte update geven over waar we zijn in die Pikin Saron-zaak, wat de laatste stand van zaken is. Ik denk dus dat voor de meeste van u, dat de meeste van u bekend zijn met die strafzaak die loopt tegen inmiddels zes inheemse mannen, naar aanleiding van de gebeurtenissen op 2 mei vorig jaar. In de laatste meeting die we hadden met de media, met jullie, hadden wij aangegeven dat wij hadden gevraagd om forensische onderzoeken. En dat die forensische onderzoeken, dat het verzoek dus niet ingewilligd was. Inmiddels is dat verzoek, het is ingewilligd, maar niet zoals wij gevraagd hadden om een onafhankelijk forensisch onderzoek te doen. De inwilliging houdt in dus dat het Openbaar Ministerie de opdracht heeft gegeven aan een afdeling van het Korps Politie, dat OPZ, om het forensisch onderzoek te doen. Het onderzoek is ook niet zo omvattend zoals wij hadden gevraagd. Want bij een forensisch onderzoek moet u denken aan met name de stille getuigen die kunnen verklaren wat er allemaal is gebeurd op die bewuste dag. Het onderzoek heeft zich beperkt tot de dodelijke slachtoffers, de verwondingen op het lichaam van de dodelijke slachtoffers en een reconstructie van wat er is gebeurd op het moment dat de twee dodelijke slachtoffers zijn geschoten door de politie. Deze inleiding is goed dat u die context begrijpt. Zoals ik aangaf, hebben we dus inmiddels forensische rapporten gekregen. Dat is geweest op 7 november 2023, vorig jaar, hebben we de forensische het forensisch dossier gekregen. We begrijpen dat het nog niet af is, maar dat is geen officiële mededeling. Belangrijk in dat forensisch dossier is voor ons het rapport van de arts, de patholoog-anatoom. Dat is de arts die de obductie heeft verricht op de lichamen van de overleden mannen. Het is ook goed om te weten dus dat twee zijn overleden. Eén van de mannen was zeer zwaar gewond, vrijwel bijna fataal verwond geraakt. En eentje was licht gewond geraakt. Van de twee die in leven zijn gebleven, zijn er geen forensische onderzoeken gedaan om vast te stellen of het geweld dat gebruikt is ten aanzien van die mannen, of dat wel binnen de wettelijke voorschriften heeft plaatsgevonden. Alleen van de twee die zijn overleden. Van het forensisch, tenminste de toelichting, zo heet dat. Er is een toelichting door de arts gegeven op 18 juli op zijn obductie die hij verricht had op 3 of 4 mei. Dus twee dagen nadat dat voorval zich had voorgedaan, is er dus een obductie op de lijken uitgevoerd door de patholoog-anatoom. En de waargenomen schotverwondingen, want er is alleen maar gekeken naar de schotverwondingen, de waargenomen schotverwondingen hebben verklaard, of ik moet zeggen, ondersteunen, bevestigen wat wij vanaf het begin hebben gezegd. Dat de mannen zijn geschoten terwijl ze op de grond lagen. Dus geen gevaar meer toonde voor de politieagenten. Deze verklaring van de arts is voor ons belangrijk.
Omdat dat hele dossier, dat hele strafdossier, is gebaseerd op het creëren van een beeld waarbij we te maken hebben met hele gewelddadige mannen die gepoogd hebben de politie te doden. En dat is ook ten laste gelegd in die strafzaak. Hè? Dus poging tot moord en dergelijke zaken. En die verklaring is vanaf dag 1, 2 mei gegeven door de politie. En gedurende het GVO is dat ook door de officier van justitie naar voren gebracht. En inmiddels in een civiele vordering die we tegen de staat hebben ingesteld. We hebben 3 civiele vorderingen tegen de staat ingesteld. Eentje is al lopend. Heeft de officier van justitie dat weer herhaald. En dat was op 5 januari. Dit forensisch rapport is van 18 juli. Dus in feite is het al vanaf 18 juli duidelijk dat die mannen, dat het geweld, dat vuurwapengeweld dat gebruikt is tegen die mannen, buiten proportie was. Dat het extreem was. Dat het onnodig was. En toch wordt er verhaard dat de mannen zijn geschoten tijdens een vuurgevecht. Dat is dus ook uitgesloten in dit rapport. Waarbij de arts heeft vastgesteld dat als gekeken wordt naar de in- en uitschoten, en tussen een in- en uitschot heb je dan een schotkanaal, heeft de arts vastgesteld dat deze mannen niet in elk geval uitgesloten is dat ze zijn geraakt, of althans de ene, maar ik zeg het even gewoon zo algemeen, zijn geraakt tijdens het schieten. Ze zijn ook niet geraakt in een staande houding. En de meest aannemelijke verklaring is dat ze lagen op hun buik en dat ze van dichtbij zijn beschoten door de politie. Dat staat dus nu vast. Wat zegt dit rapport ons? Het zegt ons 2 dingen. Het vertelt ons over hoe de mannen aan het einde van hun leven zijn gekomen. Maar het vertelt ons ook dat het dossier vol valse verklaringen zit. Want het hele dossier is eigenlijk gebaseerd op dat deze mannen zijn geschoten terwijl ze op de vlucht probeerden te slaan en daarbij ook schoten op de politie. De overige forensische rapporten die zijn bijgevoegd in dat forensisch dossier, die geven voornamelijk ook weer een simulatie, dus een nabootsing van hoe de mannen gewapend uit het voertuig als schietend op de politie zijn geraakt door politiekogels. Dus dat is ook in strijd hiermee. Het is alleen maar om aan te geven dat ook dat deel van het forensisch onderzoek in strijd is met de waarheid. En vandaar dat wij hadden gevraagd om een onafhankelijk forensisch onderzoek. En geen forensisch onderzoek dat door het korpspolitie wordt gedaan en in feite uitspraak moet doen over leden van het korpspolitie. De vraag die gericht was aan mij over dat forensisch onderzoek, of we nog gaan eisen om een onafhankelijk onderzoek te doen. Toen wij hadden gevraagd om dat onafhankelijk onderzoek, was ons gerapporteerd door, of tenminste was de reactie van het Openbaar Ministerie, de procureur-generaal, dat ze dat niet zouden kunnen doen, omdat er geen forensische deskundigen in Suriname zijn. Wij hebben toen op eigen initiatief geschreven naar de Nederlandse ambassade om te vragen of er een beroep gedaan zou kunnen worden op het rechtshulpverdrag. Er is een rechtshulpverdrag tussen Suriname en Nederland. En als Suriname vaststelt dat ze die expertise en die middelen niet hebben, kunnen ze dus een verzoek doen. En daarop is geantwoord dus dat het wel kan. Maar het is dus aan de Surinaamse autoriteiten in deze
onder andere de procureur-generaal, om dat verzoek te doen. Tenminste, er is een procedure volgens welke ze dat verzoek zouden moeten doen. Dus dat hebben we toen ook terug gerapporteerd. En aan ons is gezegd van, als jullie dat willen, dan moeten jullie die kosten zelf dekken. En u begrijpt zelf dat we die kosten niet op ons kunnen nemen. Wat blijft over? Wij hebben gelukkig in dit forensisch onderzoek heeft de arts, de patholoog-anatoom, een professioneel, objectief en eerlijke toelichting gegeven op wat daar is gebeurd. En zoals ik al eerder heb aangegeven, de conclusie die wij als juridisch team trekken, is dat dit rapport, die ene toelichting in dat hele forensisch dossier, voor ons twee dingen blootlegt. Eerste is hoe de mannen aan het einde van hun leven zijn gekomen. En ten tweede dat er valse verklaringen zijn opgemaakt door instanties in het strafdossier. En daarmee denk ik kunnen we wel een heel eind verder. Zowel in die civiele vorderingen waar we de staat aansprakelijk hebben gesteld voor de dood. En al dat lichamelijk letsel van die vier mannen dus die ik heb aangegeven. De twee die het hebben overleefd en de twee die het niet hebben overleefd. Dat er een schadevergoeding wordt uitbetaald aan deze mannen. En natuurlijk ook hun familieleden, hun directe familieleden. We hebben drie civiele processen waarbij we de staat aansprakelijk hebben gesteld. Een van de zaken waarbij wij dus de nadruk hebben gelegd op de vier slachtoffers, dus de twee dodelijke en de twee gewonden. Die zaak is redelijk ver. Nu is het in de stand waarbij de staat moet reageren op onze reactie. Dus we hebben een verzoekschrift ingediend. De staat heeft toen een antwoord gegeven. Wij hebben daarop een antwoord gegeven. En nu moet de staat weer op ons antwoord antwoorden. Een reactie geven. En bij ons antwoord, omdat bij het verzoekschrift, toen we dat verzoekschrift indienden, hadden we dit forensisch rapport nog niet. Maar we hadden wel kunnen reconstrueren op basis van verklaringen. Zowel van onze cliënten als van getuigen. In dat strafdossier hadden wij reeds kunnen construeren dat de mannen niet op de vlucht waren toen ze geschoten waren. En dus dat daarmee ook een aantal andere verklaringen in het dossier niet op waarheid berusten. Nu, gelukkig, in die tussentijd hebben we dus dit forensisch rapport gekregen, waardoor we dus in ons antwoord op het antwoord van de staat konden aangeven van u verhult zich achter een leugen, maar het forensisch rapport, of althans dit deel van het forensisch rapport, ontkracht uw positie, uw stelling. Dus dat is de ene zaak. Er zijn nog twee andere zaken waarbij eentje gaat om de nalatigheid van de staat om het Kalinia en Lokone vonnis uit te voeren. Wat dus geleid heeft, wat mede geleid heeft tot de excessen van 2 mei. En de derde is een waarbij een staatsfunctionaris, een hoge functionaris, dat was volgens mij al op 2 mei zelf, want 2 mei die rellen hebben plaatsgevonden in de hele vroege ochtend, maar dus later op de ochtend is er verklaard dus dat de mannen die zich hebben deelgenomen aan die rellen, die activiteiten daar, dat het dus ex-Tucayanas waren of kinderen van ex-Tucayanas. En dat daarmee dus eigenlijk gesteld, of niet eigenlijk, ze gaven aan, het was een terroristische actie gepleegd door de Tucayanas en kinderen van ex-Tucayanas. En die statement is publiekelijk gemaakt. Het is zelf ook herhaald in het parlement, als ik het goed heb. Maar nu weet ik het niet zo goed uit het hoofd meer waar het allemaal gezegd is. Maar die statement moet gerectificeerd worden. Omdat er geen enkele Tucayana betrokken was bij, althans de mensen die nu in beeld zijn, want wij weten ook niet precies van waar het allemaal komt, maar de mensen die in beeld zijn,
die zijn, hebben niets met Tucayana te maken. En de actie heeft ook niets met terrorisme te maken. En internationaal rechtelijk is dat ook aangegeven, dus dat onderdrukte volken niet zo simplistisch tot terreurgroepen mogen worden gereduceerd. Dus dat is die derde vordering. Maar van die twee laatste vorderingen die ik net aangaf, daar moeten we nog een datum krijgen voor de eerste behandeling. En ik kan ze ja. Ik ben geen jurist. Kan ik zeggen dat deze mannen, de twee mannen die daar lagen, gewoon weerloos en neergeschoten? Nou, dat is dus in feite wat dit rapport zegt. Dus ze waren toen niet geboeid. Dus dat staat niet in dat rapport, dat ze geboeid waren. Maar in elk geval staat in die verklaring dat die mannen de meest aannemelijke, er zijn een aantal scenario's uitgewerkt. Ik neem aan naar aanleiding van de verklaringen in het dossier. En er is afgestreept, dus weggestreept. Dit kan het niet zijn, dat kan het niet zijn. Ze waren niet op de vlucht, ze zaten niet in een auto als schietend. En de meest aannemelijke is dat ze op hun buik lagen. En één van ze was geschoten in zijn bovenarm. En op grond daarvan heeft de arts ook vastgesteld dus dat die persoon, die ene, waarschijnlijk ook op zijn buik lag met zijn armen gestrekt vooruit. Dus in die houding lijkt het me ook heel moeilijk om te proberen te schieten op de politie. In het andere geval gaat het om een, is er ook vastgesteld dus dat vanwege het feit dat in de mond van het andere slachtoffer reeds maden-eieren gelegd werden, dat ze die mannen heel lang hebben laten liggen in die situatie, die hulpeloze situatie. En de arts heeft vastgesteld dus dat hij niet dood hoefde te gaan indien er medische hulp was geboden.